de Olam Abba, letterlijk de toekomende wereld, de wereld die komt. In de hele Torah staat nergens direct geschreven iets over de Olam Abba. De wereld die komt na onze dood, of als de verlosser is gekomen voor de hele wereld, dat speelt geen cruciale rol in ons levenswijze, in onze traditie. Wij moeten ons richten op deze wereld. Wij moeten van deze wereld een perfecte wereld maken. En we moeten ervoor zorgen dat deze wereld de wereld wordt waarin de schepper God zich thuis voelt. Dat er een toekomende wereld is, dat is een feit, dat staat vast. Maar in onze levenswijze gaat het erom om het hier en nu. En wat doen wij met de medemensen? Wat doen wij met ons gezin? Wat doen we met onszelf? En wat doen we met deze wereld?